De ontdekking van door groen overwoekerde, stilletjes wegkwijnende locomotieven roept visioenen op uit een verleden waarin stoomlocomotieven de ruggengraat van de economie waren. Wat jammer dat we ze niet hebben zien rijden. Weinigen hadden durven dromen ooit nog eens een land te vinden waar de tijd stil was blijven staan. Een vergeten wereld waar dinosaurussen van ijzer en staal nog steeds door het landschap puften. Amper 10 jaar geleden was er zo'n land in het Verre Oosten, Indonesië. De archipel van eilanden rond de Evenaar, ook wel de Gordel van Smaragd genoemd, leek op het eerste gezicht een onwaarschijnlijk reisdoel voor de doorgewinterde spoorwegliefhebber. Maar het 800 kilometer lange, dichtbevolkte hoofdeiland Java heeft een groot net van 1067 mm spoorlijnen dat tot het midden van de jaren 70 werd bereden door een onwaarschijnlijk arsenaal van antieke stoomloks in alle vormen en maten. Allemaal directe afstammelingen van een koloniaal tijdperk toen het gebied als Nederlands Oost-Indië deel uitmaakte van het Koninkrijk der Nederlanden. Na de onafhankelijkheid in 1949 zorgde de eerste Indonesische overheid jarenlang voor economische stagnatie, waarbij in spoorwegen niet werd geïnvesteerd. Deze grote Duitse 1D1-machines uit 1951 vormden een uitzondering. Sukarno zat stevig in het zadel, buitenlanders werden geweerd en over de binnenlandse situatie was vrijwel niets bekend. Het regime vond zijn einde in het midden van de jaren 60. En na enige onzekerheid kwam het toerisme weer op gang. Jammer voor de railfan waren enkele andere bezoekers verbonden aan de Wereldbank. Zij zagen in de failliete spoorwegboedel een uitstekende investeringsmogelijkheid. Gedurende de modernisering van de jaren 70 werd de resterende stoomtractie systematisch weggevaagd. Leningen werden met olie uit eigen bodem afbetaald. Bijna te laat begonnen spoorliefhebbers te beseffen wat voor een onbetaalbare collectie stoomloks hier te zien was. In 1974, nog net voordat deze schat aan antiquiteiten in de vergetelheid zou wegzinken, waren we ter plaatse met onze camera's. We begonnen in de hoofdstad Jakarta, vroeger Batavia, waar aan de rand van het centrum op station Tanah Abang de forense op een elegante tenderlok van de serie C-27 klommen. Deze nummer 23 uit 1919 was van Nederlands fabrikaat naar een oorspronkelijk Zwitsers ontwerp van 1916. Het gezapige vertrek gaf laatkomers ruimschoots de gelegenheid aan boord te springen van een van de moderne, vrij lelijke rijtuigen waaruit de trein naar Rangkas Bitung was samengesteld. Van typisch Brits koloniaal ontwerp waren deze loks van de serie C-51 die door Bayer Peacock in 1912 werden gebouwd en 60 jaar later voor lokale reizigerstreinen rond Tjupu in Midden-Java werden ingezet. Veel Javaanse lijnen bevinden zich in de bergen, waar veel steile hellingen sterkere machines noodzakelijk maakten. De keus viel op de geleden Mallet-locomotief. Van de overgebleven machines waren die van de serie CC50 met asopstelling 1cc het talrijkst. In 1927 ontworpen en voor een gedeelte gebouwd door Werkspoor in Amsterdam, de rest kwam van SLM in Zwitserland. Een van hun laatste taken was de dienst tussen Cibatu en Garut.
Op de terugweg reed men tender voor omdat een draaischijf in Cairo ontbrak. Het eindpunt van de zijlijn was Cikajang, op ruim 1200 meter boven de zeespiegel, het hoogste station in Indonesië. Om duistere redenen ging de trein overdag niet verder dan Garut, halverwege de lijn, zodat één machine iedere middag tussen Cibatu en Garut een dure rit als losse lok reed om de nachttrein naar Cikajang te brengen. Tot aan het einde van het stoomtijdperk was het depot van Cibatu uniek in de zin dat alle loks mallets waren, inclusief deze CC-10 tenderlok uit 1904. Normaliter reden deze machines de dienst naar Garut, maar de slechte staat van het laatste actieve exemplaar maakt duidelijk waarom een CC-50 moest inspringen. De meest imposante stukken in de Mallet-collectie van Cibatu waren deze enorme 98 ton zware 1DD's. Het waren de sterkste loks van Indonesië, gebouwd in Nederland en Duitsland met een Amerikaans ontwerp als voorbeeld. Van de 10 stuks waren er anno 1974 nog wel geteld 2 actief. Nummer DD5203, Cibatu's onbetwiste paradepaard van Hanomag uit 1923, wist tot het eind de traditie van stoomgiganten op Java levend te houden. In 1974 verzorgde het wegverkeer al het meeste vrachtvervoer, met als bizar resultaat 's werelds grootste bedrijfsvaardige mallet met 16 drijfwielen in de weer met welgeteld 1 rijtuig. De andere overlevende was de 08, die we hier met één enkel rijtuig over de hoofdlijn zien strompelen, stoom uit iedere opening, op wat de laatste volle dag in actieve dienst zou blijken, 12 juni 1974. Onze camera's volgden de zwaar zieke kolos van Cicalenca naar Cibatu, te midden van alom aanwezige bergen, palmbomen en rijstvelden die de Indonesische spoorwegen zo'n aparte sfeer verlenen. Bij aankomst van de DD52 in station De Les werd de logica van het enkele rijtuig voor passagiers duidelijk. De meesten wilden op de lok reizen, omdat een kleine fooi voor de machinist aanzienlijk goedkoper was dan het normale kaartje. De overheid stond deze folklore oogluikend toe, wetende dat het lokpersoneel onderbetaald was en het gros van de passagiers de volle prijs toch niet kon betalen. Tijd voor vertrek. De machinist wrikt met een stuk hout de regulatuur open en wederom komen 16 drijfwielen knarsend in beweging.
De eerste achtdrijfwielen zijn in een bewegelijk frame gelagerd, terwijl het tweede frame van de enorme compound lock een vaste eenheid met de ketel vormt. Het uitzwenken van de voorste machine onder de ketel is goed zichtbaar als de trein zich over het emplacement begeeft. Ondanks het achterstallige onderhoud bleef de stoomdinosaurus met lichtgewichttrein imponeren zodra hij de berghellingen opschokte. Nummer 08 zou de volgende dag opnieuw op pad gaan, nu met een indrukwekkende last. Het zou de genadeklap worden. Aangekomen in Chichalenka gaf de hijgende veteraan de geest en moest door een van de kleinere mallets worden teruggesleept over de hoge brug bij Lebak Djuro naar het depot in Djibouti. Herstel werd niet meer overwogen. De andere lok, de 03, zou 2 maanden later een halve eeuw Javaanse giganten afsluiten. Sommige lijnen in Indonesië waren zelfs te steil voor de grote mallets. De havenstad Padang, in het westen van Sumatra bijvoorbeeld, kreeg kolen aangevoerd over een lange tandradbaan. In het depot Padang Panjang, bij de top van de helling, huisde een collectie tandradloks met 5 gekoppelde assen, waarvan deze, in 1920 geleverd door Esslingen, de oudste was. Officieel ingedeeld als rangeerlok, bleek men ook andere taken voor haar gevonden te hebben. De lok droeg nog steeds het oude Nederlandse nummer naast het nieuwe uit de Japanse tijd. Dit was de enige oude machine. De andere waren zelfs behoorlijk nieuw. 17 stuks waren in de jaren 60 gebouwd. De nieuwe loks waren op de vlakke Giezelschoorsteen na identiek aan de oude en 10 stuks waren opnieuw door Esslingen geleverd, die echter in 1966 een punt zette achter de bouw van stoom. De laatste 7 stuks werden in 1968 door een Japanse fabriek geleverd. Ook voor die fabriek was dit de laatste stoomblok. De Sumatraanse E-10's hebben dus de eer bij 2 fabrieken, een halve aardbol van elkaar verwijderd, het stoomtijdperk te hebben afgesloten. Hier zien we nummer 1067 met een van de 2 goederentreinen per week op de zijlijn naar Bukit Tinggi. Op dat moment, amper 6 jaar oud, de nieuwste stoomlok van het staatspoor en Nippons laatste. Het waren compound locks waarvan de afgewerkte stoom uit de buitenliggende hoge drukcilinders werd gebruikt om de lage drukcilinders van het tandwiel aan te drijven. Na proefdraaien van de tandwielmachinerie verliet de 1055 met de gemengde kolenreizigerstrein Padang Panjang voor een afdaling naar de havenstad Padang. Direct na het station kroop de lok behoedzaam over het begin van de tandheugel voor een vaste greep van het tandwiel.
Vlakke gedeeltes bij de kust werden als een normale adhesielijn bereden, behalve dat treinen die later naar boven gingen, om losgeslagen wagens te voorkomen, werden geduwd in plaats van getrokken. Bij de grens van het regenwoud, in de buurt van Kayutanam, begon de 15 kilometer lange tandraadsectie die ruim 2 uur in beslag nam. Op de 83 promiel helling viel de snelheid terug tot een wandelgang, zodat passagiers alle tijd hadden om van het uitzicht te genieten. Om het rendement van het kolentransport te verhogen, zijn de stomers in 1980 vervangen door diesel tandradloks uit Japan. De lijn werd in 1892 geopend. Van de originele lokjes, die al snel te licht bleken voor kolentransport, is niets meer over. Vanaf 1913 werden ze vervangen door deze zwaardere exemplaren met 8 gekoppelde assen. Maar op Midden-Java waren nog steeds klassieke exemplaren van rond de eeuwwisseling te vinden. Ze deden dienst op de tandradlijn ten zuiden van Ambarawa, op de lijn die de noordelijke kust verbond met de stad Yogyakarta.
Op deze lijn bleef het vervoersaanbod achter bij de verwachtingen, zodat alle 5 oorspronkelijke machines tot de sluiting in 1974 in dienst bleven. Enkele loks deden nog dienst op een vlak gedeelte ten noorden van Ambarawa. Wij organiseerden een speciale rit om alsnog een trein op de tandradsectie te kunnen filmen. De tandmachinerie van de houtgestookte nummer 3 werd grondig nagekeken, waarna het bunker werd gevuld met brandstof. De trein, bestaande uit de lok en een oud inspectierijtuig, maakte een vliegende start van het oud-Hollands lijkende station in Ambarawa. Dat al 3 jaar niet was gebruikt, bleek nog in goede staat en het plaatselijke Kroost liet zich een buitenkansje voor een rit op hun trein niet ontnemen. Ook het tandmechaniek bleek nog in vorm, hoewel de razende aanblik ervan nauwelijks viel te rijmen met de gezapige snelheid. Voor een museumbedrijf, maar de lijn ligt voor toeristen te ver uit de route. Een van de loks is bewaard gebleven en kan worden gehuurd voor een korte rit. De rest van het prachtige traject is opgeheven. Overigens loont een bezoek aan Midden-Java nog steeds de moeite. Anno 1991 worden meer dan 40 suikerrietlijntjes nog met stoom bedreven. En vermoedelijk blijft dat zo tot ver in de volgende eeuw. De trein die we hier in 1974 filmden, rijdt nog steeds naar de fabriek Gondang Baru bij Djokja. En kan direct vanaf de hoofdweg worden bekeken. De meeste loks werden in de jaren 20 geleverd door Orenstein en Koppel in Duitsland en hebben als bijzonderheid allemaal een naam. Maar in 1974 kwamen suikerrietlijntjes op het tweede plan. Onze aandacht ging uit naar het gestaag verdwijnende rariteitenkabinet op de hoofdlijnen. De havenstad Surabaya op Oost-Java was eindpunt van 2 hoofdlijnen uit Jakarta en beginpunt van verschillende secundaire lijnen. De diversiteit van de trajecten werd weerspiegeld in de locomotieven, waarvan de bouw een tijdspanne van 80 jaar besloeg. De D14 tenderloks uit 1921 met 4 gekoppelde assen werden gebruikt voor rangeerwerk in de havens. In 1951 leverde Kroep 100 stuks van deze moderne 1D1'en, de serie D52. 2 stuks C30 tenderloks waren na de oorlog door de Japanners achtergelaten. De typische Nippon 1C1's deden dienst voor lokale goederentrein. Ze vervingen de antieke, door Hartman in de jaren 80 van de vorige eeuw gebouwde 1C tenderloks van de serie C11... die kennelijk nog steeds achter de hand werden gehouden. Vlakbij stond een uitgerangeerde C53 Pacific 1 van de laatste.
Ze bereikten met de nachtexpress snelheden van 100 km per uur. In 1974 werd er hier nog maar één exprestrein op de hoofdlijn met stoom gereden. De trein van 1:55 naar Madiun, vertrokken door een naoorlogse D-52. In feite een verkleinde variant van de Duitse serie 41. Het meest opzienbarende restant stoomtractie was er overigens niet in station of depot te vinden, maar op straat. Want Surabaya was de laatste stad ter wereld met een stoomtram. Rond de eeuwwisseling bereikte de stoomtram in Nederland zijn hoogtepunt. Dus een door de Nederlanders opgezet net in de kolonie lag voor de hand. Maar dat er nog steeds één actief was in de jaren 70 is ronduit verbazingwekkend. Het beginpunt was Ujung in het havengebied, waar overwegend marktkooplui van Madura met hun handel bij de veerboot werden opgevangen en vervoerd naar de centrale markt van Surabaya. Te midden van de zeilschepen was de stoomtram volkomen op zijn plaats. In de buitenwijken van Surabaya maakte de tram een korte stop bij station Kebon Rojo. Met schuur, met schrijver en stationschef. Door straten omzoomd met Nederlandse koloniale villa's. Het uit 1913 daterende stoomtramdepot van Wonokromo bood onderdak aan de laatste twee actieve loks. Nummer 1240, in 1903 in Nederland gebouwd, werd beladen met hout voor de volgende dienst. De lokale lievertjes werden uit beeld gehouden met behulp van onze microfoon. Een kwestie van liever horen dan zien. Hallo? 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 Hallo, Etel. Hallo, Etel. Soms, bij gebrek aan hout, werden de kleine veteranen gestookt met bruinkolengruis. Een aantal werd in Nederland gebouwd, de rest werd uitbesteed aan buitenlandse bedrijven, zoals met alle Javaanse loktypes gebeurde.
In dit geval kreeg Bayer Peacock in Manchester de eer. Nummer 1242 was plichtmatig in de loods opgesteld, die bij gebrek aan dakken en deuren geen enkele bescherming bood. De felblauwe kleur en moderne reclame konden nauwelijks verhullen dat lok en rijtuigen een perfecte museumtrein van de eeuwwisseling vormden. De Betjaans waren tientallen jaren eerbiedig van de tramrails gebleven, toch zouden over 3 jaar het Rijk weer alleen hebben. Ondertussen maakte de tram optimaal gebruik van de voorrangsregels door tegendraads een eenrichtingsstraat in te rijden. In 1977 kwam er een einde aan dit tafereel, tot leedwezen van de marktkooplui. Op een vergeten traject tussen Madiun en Slahung, in de heuvels van het Midden-Javaanse bergmassief, waren Java's oudste locomotieven actief. De Engelse oudjes van 1880 waren eens de trotse trekpaarden van de posttrein, toen het Nederlands-Indische spoorwegbedrijf nog maar een paar jaar oud was. Gebouwd door Sharp Stewart in Manchester, overleefden ze de 37 jaar jongere C53 die we in Surabaya zagen. De hijgend uit station Ponorogo vertrekkende nummer 12 vormt een compleet anachronisme en laat de tijd herleven van de Engelse en Nederlandse 1B-collega's die al begin deze eeuw werden afgevoerd. Zelfs in dit land vol verrassingen is de ontdekking van zulke oudgedienden verbluffend. Deze Duitse 2B's, ingedeeld als B53, reden op dezelfde lijn dienst.
Ondertussen staat Sharp Stewart nummer 12, Nestor van het Javaanse lokpark, in het pittoreske eindstation Slahun stil te pruttelen, alvorens doodgemoedereerd naar Madiun af te zakken. Zowel deze zijlijn als haar elegante loks sliepen vredig in de jaren 80. Evenals de rest van de hoofdlijn stoomtractie in Indonesië. Daarmee werd een boeiend hoofdstuk van de spoorweggeschiedenis voorgoed afgesloten.